Goedemorgen, woensdagochtend. Het is al 7:55 en ik heb net een was uitgehangen. Nu doe ik er een nieuwe in. Ik wil vandaag even alle was bij hebben, zodat we morgen de spul kunnen pakken voor dit weekend. Dan ga ik zo meteen Mila naar school brengen. Die heeft weer inloop, dus ik mag weer even een kwartiertje in de klas blijven. En verder wordt het een dag waarop ik even wat dingen ga doen. Weer even een to-do-lijstje afwerken. Ik heb vanmorgen al twee vlogs geëdit. Dus dat kan al van mijn lijstje. Die kan ik al afvinken. Dan wil ik er nog twee doen. Die van maandag en die van gisteren. Zodat ik bij ben. En verder wassen. De konijnen wil ik eigenlijk verschonen. Maar dat kan eventueel ook morgen. Ik wil de was opruimen en ik wil wat spullen pakken. Dus lekker dagje. En vanmiddag zetten we de kerstboom op. Aangekleed en opgemaakt. En Mila is zo goed als aangekleed. Alleen nog even haar tanden poetsen. Heb ik al gedaan. En dan neem ik Sterren zo even mee. Want die is alleen maar aan het piepen. Volgens mij is ze niet helemaal lekker. Even wat halen bij opa en oma. Lekker koud aan de en door naar school. Best koud, hè? Ja, je hebt een kool. Ja, nu heb je niet je kool, maar je sjaal gewoon. Ja, maar mijn kool zit nog in het zand. Oh, nou, dan heb je die ook. Krijg je het ultra warm. Nou, die doe ik lekker niet om. Heb je ook je handschoenen nog in je zakken? Zo. Die heb ik thuis gelaten. Gauw, ja. Zo moeilijk. Het is hier heel erg bladerig. Het is niet eens meer her. En het is niet eens meer bladerig. Samen weer lekker door naar huis. Super lief van een moeder. Van een vriendinnetje van Mila. Deze slokjes gekregen. Dus ik hoor totdat die van mijn moeder of zijn die zij maakt. Hebben we in ieder geval slofjes voor jou, Ster. Vind je die mooi? Dan kan ik thuis meteen de was uithangen. Sterren ligt op bed en Marco is even op bed gaan liggen met Lauren. Die is gewoon echt kapot. Het is nu 9:30. Ik ga lekker ontbijten. Kaas en tonijnsalade. Ondertussen kan ik ook de derde vlog die ik wilde doen vandaag al eraf halen. Dus we gaan lekker. En ook de vlog van gisteren kan eraf. Vlog dinsdag. Nou, er komt een extra taak op mijn lijst, want deze ramen kunnen zijn echt vies. Ja, zijn echt vies. Dus en dadelijk krijg ik toch een koekje. Nou, dat heeft hier eigenlijk niks mee te maken. Jij gaat zo eerst dus lunchen. Wat vind je daarvan? Nee, koekje. Nog een fles. En
Een ster om op te hangen. Een leuk sneeuwpop om op te hangen. Nou, wow! Mooi, hè? Deze dingetjes van de tafel, die kunnen erin douwen. Ik zie nog een grote kerstpopje. Alles wat we hebben, is goed. Die kunnen er op staan. Die zijn echt van glas, deze. Die blauwe zijn plastic. Die hebben we gekocht toen jij klein was, Mie. Ik? Oh, ik dacht ik. Nee, toen Mila nog klein was. Zodat ze groot. Zodat ze er niet uit zou trekken. Nee, toen was jij er nog niet. Toen Mila klein was. Mama, jij bent bij de piek. Beetje bij de piek. Hier helemaal? Ja. Dat is goed. Ik heb ook nog extra haakjes. Kijk eens wat ik nu heb gevonden. Ja, nee, die kan erin. Zullen we die een mooie plek geven? Die van mij. Ja. De oog zit anders. Hey! Goed zo. Ja, doe hem naar beneden. Zo. Tada! Nog één? Anders groot is dat. Mooi, ja. Kan je deze openmaken? Mooie stappetjes in. Ja, dat is mooi. Die mag je neerzetten eronder. Ah, maar dat kan niet meer. Misschien daar, in het midden? Daar achterin? Hoe? Een voorzichtig. Ja. Mooi. Goed zo. Bij het lampje. Daar maar nog. Ja? Ja. Een poeshuisje. We vonden nog krijtstift in de doos. Dus ondertussen worden de mooiste dingen gemaakt. Ik heb een maan, snuffelkjes. Een maan. En een poeshuisje. Yes. Heb jij die gemaakt? Ja. Wat knap? En ik heb de oren. En ik heb de oren. Heel leuk. Die zuurstok is ook leuk. Eigenlijk wil ik op de kleine of de grote. Waar is de kleine? Oh, allebei. Goedemiddag. Was je wakker? Gezellig, liefie. Hé, we hebben de kerstboom helemaal versierd. Vind je dat leuk? We hebben de kerstboom helemaal mooi gemaakt. En je zussen zijn nog op het raam aan het tekenen. Zullen we kijken? Hoep, 1, 2. Kon je niet slapen? Zo. Goedemiddag, schatje. Hi. Hallo. Sterk, kijk dan. Kijk dan. Wat is dat? Kijk dan die sterren. Mam, kijk eens mooi. Ik weet niet heel goed hoe ik ben. Nee, niet eraf trekken. Ik ga even sterren. Maar het past er niet alles erop. Oh, dat geeft dus niet. Ik heb het ook een beetje eronder gedaan. En ook dus het wordt een lang worden. Lekker gegeten en daarna heb ik de meiden gebadderd. Ik ga nu mijn make-up eraf halen. En ik wacht eigenlijk op het telefoontje van mijn moeder. Want ik ga onverwachts even wat extra dagen werken. Maar dan is het wel belangrijk dat mijn moeder even bij kan springen. Die wist dat dit eraan zat te komen, gelukkig. Dus ik verwacht dat het helemaal goed gaat. Maar het is wel belangrijk dat ik het zeker weet. Ik ga inderdaad de komende week, anderhalve week, extra werken. Ik ga morgen werken in ieder geval. Maar dat houdt dus in dat er wat dingen gedaan nog moesten worden. Zoals het werkboek stond natuurlijk ook op mijn lijst voor vandaag. Maar ik had nog bedacht, ik kan morgen ook. Dit is het werkboek voor de laatste week van de 12 weken challenge. Die ga ik zo meteen downloaden. Dan staat die op mijn computer voor aanstaande maandag.
En dan draai ik morgen gewoon de dag in groep 3. Mijn moeder springt inderdaad bij voor de meiden. En ik ga na school meteen naar het schoolplein. Daar wordt Mila heel even opgevangen door de vader van een vriendje van haar. Zodat als ik het net niet red, ik heb namelijk maar een kwartier hiervoor, dat ik dan haar alsnog mee kan nemen naar huis. En dan ga ik weer met de kindjes aan de slag. En dan zullen we de koffers in gaan pakken voor ons weekend weg. Want dat moet ook gebeuren. En daar heb ik natuurlijk alleen nog morgenmiddag voor. Want vrijdag word ik door Marco en de meiden opgehaald van mijn werk. Dus dat is het plan. Het is nu 7:50. En ik weet al dat ik niet lang meer beneden ben. Ik ben namelijk kapot. Dus ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei doei.